Wat is er aan de hand? Weer een lampje doorgebrand. Ik ben bang. Het is oké. Ik kan mezelf verdedigen. Een potlood. Bedankt, ik zal het gebruiken. Ik wil je eruit. Een speeltje zal je niet helpen. Je hebt het mis. Slaap. Hey jij. Nog een monster. Ik? Ik ben je vriend. Je hebt absoluut niets te vrezen. Er staat je een verrassing te wachten. Wow. Stap in. Ik sta vlak achter je. Waar zijn we? En wat is dat? Wacht maar tot je het ziet. Wow, een enorme catnapkop. Hij heeft alleen een lichaam nodig. Geweldig idee. Ik wed dat we het waar kunnen maken. Ik doe mee. Laten we ons aan het plan houden. Ik sta op het punt de enorme kop op te pakken. Kom op, sta op. Het is flink. Ik heb een gedachte. Kop op. Jack, ik sta bij je in het krijt. Hoe komt het dat dat niet op mij doordrong? Zo hoger. Geweldig. Laten we beginnen met het torso frame. Ik moet deze hengel buigen. Maar om de een of andere reden werkt het niet. Ik ben te zwak. Vitamines voor katten. Dat is het. Whoops. Het is open. Ik heb iets met muizen. Wauw, ik voel me sterk. Ik kan bergen verzetten. Ik ben geweldig. Ik kan het buigen met alleen mijn pink. Zo. Goh, je bent sterk. Katten houden ervan om geuit te worden. Hartelijk bedankt. Nu hebben we vreemde kleding. Ik zal het hier en daar beveiligen. Het moet strak zitten. Goed. Het plezier begint. Oh, de potloden zijn bot. Ze moeten wat geslepen worden. Nu zijn we aan het praten. Ziet er goed uit? Wow, dat is waar. Ik ben het ermee eens. Het frame is klaar. De volgende stap is de staart. Ik zal de pret voor je verpesten. Deze man is nooit in kattenpyjama geweest. Oh nee. Druk op de like-knop om te voorkomen dat Miss Delight ons huis vernietigt. Niemand kan mij tegenhouden. Tot ziens, oog. Daar ga je. Nu de romp. Kom op, we hebben meer likes nodig. Haast je. Tot ziens, kat. Het is gelukt. Bedankt voor de hulp. Ik hoop dat ik iets kan gebruiken. Hallo, kan ik je helpen? Ik heb zoiets als een staart nodig. Verkoop je ze? Duidelijk. Nunchucks. Je kunt niet zonder. Nunchucks? Je zult er geen spijt van krijgen. Ik betwijfel dat. Ze zullen van pas komen, dat beloof ik. Nee, ik heb een staart nodig. Oh, een staart. Geen probleem. Hier, de leukste. Handgemaakt. Daar ben ik hier niet voor. Wacht even. Ik geloof dat ik iets meer in jouw straatje heb. Wat vinden wij hiervan? Is het goed? Wow, het is perfect. Ik neem het. Rustig aan. Eerst betalen. Ik heb geen contant geld. Geen geld, geen honing. Je wreef me op de verkeerde manier. Oeps. Iemand heeft een ademverfrisserspray nodig. Hier. Goed, mag ik de staart ook? Het is niet gratis. Oké. Je had het al verwacht. Doe me geen pijn.
Je hebt het verkeerde idee. Het is een geldpistool. Geld! Oh ja, ik ben rijk. Ik zou terug moeten gaan. Dit is het. Oh nee, wat is er gebeurd? Reageer hieronder wie het oog heeft vernietigd. Ik moet een staart opzetten. Hij is extreem zwaar. Oh, ik zit vast. De staart verpletterde me met zijn gewicht. Ik weet een uitweg. Catnap is de beste. Het is bijna zover. Alles wat hij doet is een groot succes. Ja, het is mij gelukt. Bedankt. De staart is helemaal klaar. Weer een punt voltooid. Vervolgens zorgen wij voor de pootjes. Alleen een oefening is niet genoeg. Het lijkt erop dat Catnap weg is. En Mandy heeft het druk. Hier maak ik een hartje van. Kus je kat, vaarwel. Wacht even. De vacht is super zacht. Voelt fijn. Wie weet? Het is echt gezellig. Er komt iemand. Ik moet hier weg. Wat een schattig pootje. En wat is dat? Een hoop afval? Ik moet het allemaal weggooien. Het is niet nuttig. Ik gebruik bleekpasta. Wrijf het grondig in. Het lijkt erop dat er hier helemaal geen vuil zat. Hoe zit het met mijn tanden? Dat stinkt. Ik kan daar ook wel wat van gebruiken. Dat is veel beter. Ik kan blijven werken. Ik bevestig stof in het frame. Geweldig! Jammer dat er geen licht is. Ik kan dat maken. Oh ja, wat is dat? Een discobal? Perfect! Wie heeft mij gebeld? Catnap, kijk eens wat ik heb gevonden. Vang! Bedankt, maar hoe verbinden we dat? Een schroevendraaier? Het is weg. Ik gebruik een hamer, denk ik. De ladder is klaar. Nu mag ik de treden schilderen. Ik heb de planken. Het zal hier zijn. Het werd tijd dat ik voor mezelf ging zorgen. Oh, zoveel wol. Daar weet ik wel raad mee. Ik zal de treden omwikkelen en wat lichten toevoegen. Schattig en comfortabel. We zijn klaar met dit deel van het plan. Er ontbreekt iets. Het raakte me. Pootafdrukken tillen de bekleding naar een heel nieuw niveau. Ja! Catnapje, hier! Bedankt! Eerst verf ik alle onderdelen paars en stel ik een unieke plank samen. Ik heb een idee. Neonstrip. Kopiëren. Geweldig. Ga niet stiekem kijken. Zo, ik zou me moeten opfrissen. Het kwam tot me. De plank zal mijn melkvoorraad bevatten. Wat is dat? Wow, glowsticks. Er kwam een idee bij me op. Ik open en gebruik alle stokjes in de tas. Ze zijn zo leuk om mee te spelen. Ik snij ze open en giet de vloeistof in een fles. Misschien heb je meer neonvloeistof nodig. Kijk goed. Ik heb mijn eigen neonlicht. Magische knop. Laat me niet in de steek. Het is me nauwelijks gelukt. Weet je, de bank is leuk. Ik doe er gewoon een paar kussens bij. Catnap. Ja, dit is voor jou. Een vis? Ik hou ervan. Ik bel de niet-machine. Hey, het is Miss Delight. Huh, wat dacht je daarvan? Eeuw, lelijke vis. Hou op, ik heb een reservewapen. Oh nee. Een tekening? Ha,
ik denk dat ik het punt begrijp. Ik neem deze deegroller. Overgave. Nooit. Dag, losers. Ze is weg en Mandy is vermist. Boe, daar is het. Ik zal de deegroller op de juiste manier gebruiken. Een viskleed is een geweldige decoratie. Het volgende punt is uit de weg. Het raakt me. Doos. Zwarte verf en bladmuziek. Een beetje magie. En zomaar heb ik een luidspreker. Ik zet muziek op. Mogen het feest beginnen. Joehoe! Hey! Ha! Ik daag je uit voor een gevecht. Bam, bam. 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 Ik won. Auw. Het karton is de minste van mij. La, la, la. Waar is ze heen? Wie kan het schelen? Ik heb nog 2 punten en dat is alles. Amulet en ogen. Ogen eerst. Ik teken een maanvormig pupil. Daar is hij. Ik heb een koker nodig. Hou het mes vast, Miss Delight. Is dit mes eigenlijk voor mij? Echt? Ja, bedankt. Ik moet gaan. Stop al deze schattigheid eruit. Wie is hier? Ik zie alleen maar dingen. Ik zal eens kijken. Nee, te klein. Ik heb een nieuwe nodig. Laten we vechtsporten doen. Kung Fu Panda geïnspireerd. Oeps, ik ben de foundation vergeten. Bedankt, Karton, voor dit gevecht. Hey, schat. Wow. Het silhouet is klaar. Oh, deze stof komt goed van pas. Het past bij mijn huidskleur. Het moet goed beveiligd zijn. Ik rek de stof heel mooi uit, zodat er geen kreukels in zitten. Ik maak een chic schuimkapsel. Dat is een geweldige kleur voor mijn haar. Ik bedek de schuimlaag met stof. Rechte sneeuwwitte tanden tekenen. Een rechte kaak uitsnijden. Hier zijn onze kaken. Gedachten? Zijn de tanden niet schattig? Oh, ik heb iets gemist. Haha, kijk naar de tanden. Het is erg slecht. Ik kan ze in een mum van tijd aan. Lord, onze tanden. Wie ben jij? Oh, ik ben ergens anders. Ik kom eraan. Jullie duim omhoog om mij te redden van catnap. Ik ben wanhopig. Hij is dichtbij. Je hebt het niet gered. Weltrusten. Uh-oh, er komt iemand aan. Hier is ze. Ach, mijn baby slaapt heerlijk. Lief, wat is dat? Mijn knots? Wat is hier gebeurd? Mijn tanden. Ze hebben je geslagen met een knots. Ah, de vraag is, wie heeft het gedaan? Jongens, reageer hieronder wie de tanden eruit heeft geslagen. Oh, wat heeft deze strijdknots meegemaakt? Ik denk dat ik weet hoe ik het moet repareren. Ik heb potloden nodig. En lijm. Ik lijm de ontbrekende potloden op de kale kant van de knots. Daar ga je. Het was vrij eenvoudig. Wow, geweldig idee. Tada! Ik heb het gehaald. Slechte tanden. Spoedeisende tandheelkundige zorg nodig. Laten we een oefening doen. Wacht een seconde. Een verdovende injectie komt eerst. Geef het even de tijd om in te werken. Dat is alles. Wij zijn goed om je tanden te behandelen. Oh ja, klaar. Het voelt fijn om weer in mijn eigen kleren te zijn. Mooie glimlach. Oh, wat ligt er onder mijn voeten? Juist, ik ben iets vergeten. Verlichting voor een stralende glimlach. Hé,
Nee, waarom werkt het niet? Een klap zou kunnen werken. Harder? Dat klopt, ik heb een knop. Het werkte. Allemaal glanzend. Wat vind je van mijn tanden? Briljant. Deze doos is compleet. In tegenstelling tot fully fixatie. Een mondholte zou hier fijn zijn. Wat is dat? Oh, ik denk dat ik het door heb. Deze donkere materie is perfect. Oog, niet gluren. Hier is de tong. Het is flink, weet je. Klaar. Ik hou van de mond. De mond is klaar. Nu hebben we een halsband nodig. De taak is vrij duidelijk. Oké, de renovatiewerkzaamheden gaan door. Oh, ik ga het hoofd vernietigen. Neem wat dynamiet. Eet smakelijk. Uh-oh, mijn gezicht. Waar is het? Opluchting. Mijn hoofd. Wat is er aan de hand? Nee, niet het hoofd. Het is mijn zwakke plek. Stop, ik zal een goed liedje opzetten. Hé, je probeerde mijn hoofd op te blazen. Ga weg, jij vuile kat. Oh man, ik ben gewond. Wat een confrontatie. Oh, wat is dat? Dit zijn ballonnen. Ze zullen geweldige ogen maken. Het enige wat ik moet doen, is ze opblazen. Werkt niet. Schatje, ik kan wel wat hulp gebruiken. Ach, een ballon. Je ging te ver. Lieverd, gaat het? Geen ballonnen meer, denk ik. We hebben een pomp. Ja! Wauw, dit is perfect. Vervolgens moeten we de ogen wit schilderen. Oh, ik zou de ballon moeten schilderen. Niet ik. Daar, laten we gaan. Nu voeg ik een zwarte pupil toe. Zoet, één oog is klaar. Zo ook die andere. Hoe denk je erover? Ik ben ook bijna klaar met de ogen. Oh ja, wimpers. Wat heb ik nodig? Misschien ontbijtgranen? Nee, eens kijken. Wat? Hoe zit het met een chocoladereep? Absoluut niet. Yes. Hé, ik heb wat je nodig hebt. Breigaren. Oeh, helemaal in mijn straatje. Laten we naar de kassa gaan. Wat? Hij is snel. Prima. Gefeliciteerd. Je bent onze 1000ste klant. Waar is dit allemaal voor? Wauw, dit is jouw cadeau. Kom nog eens. Oké, bedankt. Laten we eens kijken naar de cadeaus die ik heb gekregen. Wat? Hete lijm en ritssluitingen? Een heel cadeau. Bij nader inzien, het zal van pas komen. De stropdassen lijken veel op wimpers. Het enige wat ik nu nog moet doen is de tube met wimpers op de ogen van het huis lijmen. Geweldig! En zomaar hebben we een stralende blik gemaakt. Het ontwarren van garen is eigenlijk een wandeling in het park. Ach ja, het is moeilijker dan ik had verwacht. Is er toevallig een handleiding voor het ontwarren? Huh, mijn garen! Waar ga je heen? Dat is het! Game over! Nu moet ik een perfecte wenkbrauwvorm uitknippen. En wikkel er garen omheen. Geweldig! Mijn zachte wenkbrauw recht boven het oog aanbrengen. Oeh, extra haar! Het vraagt om een wenkbrauwcorrectie. Snij het overtollige af. Klaar! Schatje, hoe ziet het eruit? Leuk, de ogen zijn klaar. Ho, zit er nog iets in de doos? Rode stof. Ik weet hoe ik het moet gebruiken. Ik zou 2 gelijke cirkels moeten tekenen. Boef, nu knippen we het uit. Klaar. Niet machine, kom naar mama.
Vervolgens geef ik het hoofd een schattige blos. Wie heeft het geweldig gedaan? Ik ben het! De reconstructie van de knots is bijna klaar. Oh, nog meer rode stof. Geweldig! Het is lang. Ik vul het met schuimrubber. En knoop een strik. Het is netjes geworden. Het enige wat ik haat om te doen is het veilig te stellen. Oh, ik kan er niet bij. Ha, magie. Oh ja, leuk. Wat vinden wij van de boog? Is het niet schattig? Het is zo. We zijn klaar met deze taak. Woef, we hebben het geweldig gedaan. Stil, het gekste gaat beginnen. Oh, jongen. Oh ja, maak je klaar voor chaos en vervuiling. Goh, geen kogels meer. Het is voorbij. Wat doen we nu? Hey, op naar plan B. Papier. Oef. Dingen verpesten is vermoeiend, weet je. Holy smokes! Huh? Wat? Het is een nachtmerrie. We zullen het in supersnelle modus moeten opruimen. Oh, veeg het stof eraf. Oef, het is brandschoon. Ja hoor, de halsband zou het laatste zijn wat je zou doen. Wat is er nog over? Nee, nee. En waarom staat deze foto hier? Oh, ik vind deze hoed geweldig. Het is tijd voor een stijlmakeover. Miss Delight, wat vindt u van mijn nieuwe stijl? Je ziet eruit als een miljoen dollar. Ik heb een idee. Een stoffen halsband. Nee, dat voelt niet goed. De stof is niet genoeg. Ik ga alles voor ons kopen in een winkel. Wat is deze tekening? Het is een schets van Pomni's hoofd. Juist, ik heb geen bril opgezet. Het gaat nu allemaal goed met ons. Ik voeg hier handen toe. Hey. Vroeger was het van jou, nu is het van mij. Zo plakkerig. Goh, mijn schets. Geef het terug. Geef het terug, het is van mij. Komt eraan. Wil je het terug hebben? Gaat niet werken. Geef het meteen terug. Dit? Nee. Je zult er spijt van krijgen. Verpest mijn werk niet. Wat heb je gedaan? Loser. Met een domme pet. Kinderpesten is onaanvaardbaar. Neem dat. En jij. Hij is doodsbang. Bye. Hoe zit het met mijn schets? Het is verschrikkelijk. Maak je geen zorgen. Ik zal dingen fixen. Dat is ziek. Ik kan niet geloven dat mijn droom binnenkort uitkomt. Zullen we? Ja. Eerste opdracht. Teken de schets over op karton. Goed. Knip hem. Dit is niet voor kinderen. Waarom niet? Jij kunt met een nieuwe pop spelen. Wauw! Aan de slag. We moeten gewoon van het overtollige af. Tadaa! De omtrek is uitgeknipt. Check! Je hoed moet een aanpassing. Dit kan een idee zijn. Laten we een pet maken. Geef me een penseel. Komt-ie. En lijm. Daar. Nee, nee. Oké. Hier is je lijm. Bedankt. Ik breng lijm aan op de randen van het karton en bevestig een laag schuimrubber. Wikkel het in rode stof. Vastzetten met een nietmachine. Een goede start.
Vervolgens voeg ik de resterende stukken toe. En nu hebben we een schattig petje. Ik heb een neonlicht gevonden. Geef het maar. Ik vind het zelf ook leuk. Ik heb het echt nodig. Oké, je mag het hebben. Ik maak de strip vast waar de stukken aan elkaar worden bevestigd. Aandoen. Geweldig. Yay! Het tweede deel van het plan is voltooid. We hebben ons best gedaan. We kunnen even pauzeren. Een verhaaltje voor het slapen gaan. Oh ja! Wat slapen zou fijn zijn. Maak het gezellig en luister. Er leefde eens een baby pony. Verrassing! Goh, Kane! Waar is mijn hamer? Zoek je dit? Maak je geen zorgen, ik ben hier. Haha, kus je pop, vaarwel. Ze zal onder de speelgoedpers belanden. Jullie, red Pony Pop. Druk op de like-knop. We hebben 5000 likes nodig, zodat Kane verdwijnt. Chop chop! Alsjeblieft, nog meer likes. Phew, we hebben het gehaald. Kane, de pret is voorbij. Alsjeblieft niet, Kaufmo. Je kunt niet van me weglopen. Het is hilarisch. Ja, we zijn vrij van hem. Een donzige deken. Ik heb een idee. Ik heb een schaar klaar voor gebruik. Knip het overtollige weg. Naai langs de rand. Vulling toevoegen. Voilà! We hebben een donzige pompon gemaakt. Het derde deel is voorbij. Ik ben klaar met de rand van de hoed. Help! Ik zit vast! Ik zal je bevrijden. Draai! Dat was leuk! Helemaal. Ik gebruik het neonlicht zoals het bedoeld is. Een ander deel van het plan is met succes voltooid. Goh, mijn speeltje! Wat heeft het mij gemaakt? Het is kapot! Niet huilen, ik zal het fixen. Mijn pop! Oeps, kijk, een vogel! Huh? Wat moet ik doen? Oh, ik weet het. Ik knip een kartonnen konijn uit. Details toevoegen. Opplakken. En vulling toevoegen. Je nieuwe squishy speeltje is klaar. Bedankt! Het is zo schattig! Laten we doorgaan. Ik was het bijna vergeten. Het werd tijd dat ik mijn neus ging poederen. Hier is een idee. De kartonnen pony kan ook wel wat make-up gebruiken. Werkt niet! Moet ik verf gebruiken? Je bent een genie! Hou het gezichtspoeder vast. Bedankt! Ik ben schattig! De rol is niet genoeg. Ik heb er nog één nodig. Deze is net zo slecht. Waarmee schilder ik? Is een blikje verf goed? Het enige wat ik wil is een goed penseel. Eindelijk! Daar, ik ben klaar met schilderen. Vervolgens voeg ik ronde ogen toe. Omtrek met de marker. Jouw beurt. Klaar? Ja! 1 en 2. Goed gedaan. Wacht even, ik heb een verrassing. Ballonnen. We kunnen er ogen van maken. Het ziet er echt grappig uit. Nee, dit is te veel.
Probeer niet zo hard. Er is een betere manier. Laten we een stofzuiger gebruiken. Schakel de omgekeerde modus in. Eerste bal klaar. En de tweede. Vervolgens kleuren we de ogen. Ik teken de pupil en kleur deze in met stiften. De rest wit verven. En ik ben klaar. De ogen zijn nu waar ze horen. Ik heb gloeilampen gevonden. Geweldig idee. Ogen, kijk. Nee, nog niet. We zijn iets vergeten. Wat is er? Wees geduldig. Je zult het zo zien. Ik heb meer neonlichten nodig. Iets is in de weg. Het is Kane. Hier ben ik. Miste je mij? We wilden je niet zien. Oeps, een stofzuiger. Doe het aan. Net goed, Kane. Blijf hier. We zijn klaar met hem. Oh-oh, er is iets mis met de stofzuiger. Oh nee, verstop je nu. Ik zal mezelf vermommen onder een deken. Verrassing. Oh, je kunt je niet meer voor mij verstoppen. Waar is iedereen? Kane? Niemand. Oeps. Zou het hier kunnen zijn? Nee, verbijsterend. Ik heb ze laten ontglippen. Ik moet ergens anders zoeken. Mag het niet terug te komen, jij psychopaat? We moeten hem terugpakken. Goed punt! We zetten hem vol. Doe een doos met veren recht boven de deur. Een loblauw. Lego ligt voor de deur verspreid. We gaan ook de deur afplakken. Smerig slijm. Ik zal eindelijk wat licht toevoegen. Jee! Kartonnen pony mist blush. Er lag een blik spuitverf in de buurt. De vraag is, waar? Heel erg bedankt. Wow. We hebben blush. Er ontbreekt nog steeds iets. Denk je van niet? Ik weet het niet echt. Ik kan er de vinger niet op leggen. Weet jij wat we vergeten zijn? Reageer hieronder. Een mond. Da. Bedankt voor de hulp. Het gezicht is klaar. Verward haar. Ik zal je redden. Kam het en doe de hoed op. Mooi. Hoe zit het met het haar van de andere pony? Laten we er meteen naartoe gaan. Wat een geluk dat je een professionele stylist hebt. Sluit je ogen. Niet kijken. Oké. De stof is echt goed. Perfect. Tadaa. Klaar. Open je ogen. Dat is een grappig kapsel. Ik snap het punt. Ik fix het. Verf hier. Trim hier. Opnieuw hier. En? Wat vinden we ervan? Dat is verschrikkelijk. Vind je het niet leuk? Het zal wel. Huh? Hoe gelukkig is dat? Dit is precies het soort deken dat ik nodig heb. Uitknippen. Daar! Ik zet het vast en het is klaar.
kapsel is klaar. Wow. Fantastisch! Kapsel, check! Yay. Handen toevoegen Yay. Zou het laatste zijn wat je kunt doen. Dat zal makkelijk zijn. Goh! Er bonkt iemand op de deur. Ik zal ze tegenhouden. Jij verstopt je. Oh nee! Hier ben ik. Bah! Smerig. Wat is het? Ah, mijn benen. Wat is deze puinhoop? Oog omhoog. Ik verpest je kartonnen hoofd voor goed. Heel veel chocopasta. Oh ja. Goed gedaan. Ik kan niet wachten om te zien hoe ze eruit komen. Mijn hoofd. Jeez, wat heeft hij gedaan? Bonnie, wat is de uitweg? Die gameman is zo'n psychopaat. Gelukkig kunnen wij het fixen. Laten we het afval opruimen. Elk stukje papier. Ik denk dat dat het is. We hebben het gedaan. Kane? Hoi, kom met mij mee. Wat? Nou, dat is het. Kane, je zult boeten voor wat je hebt gedaan. Ik kom eraan. Uh-oh, wat een verrassing. Het Digital Circus heeft een intermezzo. Chibi chibi chaba chaba, bom bom bom. Kane? Oh nee! Wat is er met jou gebeurd? Heilige circusgoden! Wat? Ik werd vermoord door... Oké! De moordenaar is... Wie? Nee! Oké, rust zacht! Huh? Ik ben geschokt! Ga van me af! Ik moet dit doen. Huh? Kijk, sinds Kane stierf, kunnen we allemaal het circus verlaten. Niemand vertrekt voordat we de moordenaar hebben gevonden. Wat als je hem vermoordde? Wat? Goed. Oké, laten we gaan. Jij bent het. Jij bent de moordenaar. Iedereen zegt dat zij het is. Jij bent het. Ik ben het niet. Ik ben het niet. Wat? Ik ben Pomni, de beste detective in het Amazing Digital Circus. Zie je, ik ga uitzoeken wie de schuldig is. Jij? Ik ben het niet. Of jij? Ik ben het niet. Zou jij het kunnen zijn? Zoebel? Hij is diep bedroefd. Misschien heb je hem vermoord. Huh? Oké. Hier zijn de hoofdverdachten. Wie heeft Kane vermoord? Het klopt niet. Huh? Dat klopt. Twee erwten in één peul. Hé jongens, weet jij wie Kane heeft vermoord? Reageer hieronder. Dit is de plaats delict. Zoek naar bewijs. Een mes? Nee. Aha. Wat is dat? Oh, het is een staart. Jij bent het. Jij? Je bent het! Jij hebt hem vermoord! Oeps, dat is eigenlijk mijn staart. Wacht even, beklaagde. Ga zitten. Huh? Moet ik dat doen? Ja, beweeg niet! Zweer dat je de waarheid vertelt. De hele waarheid en niets anders dan de waarheid. Vertel ons alles.
Oké. Ik was aan het trainen met de zwaarste halter ter wereld. Met één arm. En met de andere arm een nieuw gitaarliedje leren. Zelfs mijn spiegelbeeld was onder de indruk. Hoe dan ook, ik was helemaal geweldig. Plotseling hoorde ik een schreeuw. Mijn spiegelbeeld werd bang. Maar ik niet. Ik wist precies wat ik moest doen. Verman je, spuug een tandenstoker uit. Red Ragata als een baas. Nee, nee, nee. Ik wend me tot Kaufmau en zeg recht in zijn ogen. Je bent een superheld. Ragata wierp zich in mijn armen. En ik gaf haar een bloem. Hij is echt cool. Nee, dat is niet wat er gebeurde. Het was precies het tegenovergestelde. Je liegt. Wacht even. Dit is wat er is gebeurd. Jax was zo bang voor Kaufmau dat de dingen lelijk werden. Dus hij vertrok. Ja, ik ben echt ontsnapt. Blijkbaar verloor ik toen mijn staart. Niet het gezicht. Niet schuldig. Over een gerelateerde opmerking zag ik Ragata achter Kena gaan met een mes in haar hand. Oh ja, het mes is het moordwapen. Ja, dit is hem. Waar is ze? Wat? Oh jongen, dat is het niet. Pardon, Zubel. Dat was lastig. Jij weer. Je rent niet weg. Je bent klaar voor een ondervraging. Oké, wat deed je op de dag dat Kane werd vermoord? Hou op met mij te verblinden. Oké, ik kan het uitleggen. Hier. Hoe word ik een zeemermin-checklist? Wat? Oeps, hier. Een lijst met voedingsmiddelen waarvoor ik allergisch ben. Dus... Oké, stel je dit eens voor. Jax at frietjes. Ik had honger. Bommy was een cheeseburger aan het eten. Het punt is, ik kan dat niet eten. Verdorie. Dit is het moment waarop Kemen begon te plagen met goudklompjes. Het rook zo lekker. Wat is Ragata van plan? Maar hij at het allemaal zelf op. Ik pakte een mes en ging achter hem aan. Ja, ik zag het. Zij was het. Daar ga je. Zaak gesloten. Nu ben ik de beste detective. Heb ik gelijk, Zubel? High five. Nee, geen hoed of vergrootglas. Geen detective. Oké, ga door. Dus ik pak het mes en ga achter Kane aan. Wat is er aan de hand? Mijn favoriete pizza is Margarita. Smaakt geweldig. Ik heb genoten van elke hap. Geen moorden. Ik koop het niet. Oké, hier is een bewijs. Mijn allergieën. Heel overtuigend. Niet schuldig. Geweldig. Aangezien het niet Ragata is, of Jax, wie is de moordenaar? Zubel. Hey man, wat is de haast? Ga zitten. Ik wil het allemaal weten. Oké, ik zal het je vertellen. Dus, wat is daar? Oké. Kom op, voel je vrij. Oké. Ik weet wie Kane heeft vermoord. Het was... Wat? Jij was het! Jij! Nee, jij was het! Waar is je pompon? Oh.
Hier is het. Midden op de plaats Select. Pomni is de nieuwe interessante persoon. Ik wil weten wat er is gebeurd. Direct. Er is eigenlijk niets gebeurd. Ik zal het tot de bodem uitzoeken. Hey, rechercheur. Ik heb een alibi. We waren samen. Serieus? Dat is niet waar. Bemoei je niet met het onderzoek. Vertel me waarom je Kane hebt vermoord. Als je dat niet doet, martel ik je. Genoeg. Ik zal het bekennen. Ik was gewoon aan het dansen. Plotseling zag ik zijn wandelstok. Wow, ik kan de uitweg toveren. Wauw. Kerkbank. Wow. Oh ja, de deur naar vrijheid. Niemand kijkt. Ik ga er vandoor. Auw. Mijn hoofd. Ouch. Woeps. Oeh. Ew, waarom is er slijm en geen koffie? Sorry. Dus jij was het. Hé, je hebt er nog wat in je zak. Huh? Wat is er? In de zak? Ew, het is nog steeds vies. Mijn fout. Dat is smerig. Terug naar het verhoor. Meisje, vertel ons alles. Nou, ik begon met de stok te schudden. Niets werkte. Slechtste dag ooit. Oeps. Ik haat insecten. Jij bent het. Hoe durf je? Onze vriendschap is voorbij. Je weet hoe bang ik ben voor insecten. Oké, ik zal het verhoor zelf voortzetten. Stomme stok. Oh-oh. Ik wed dat ik het kapot heb gemaakt. Dit is slecht. Echt slecht. Ik moet het repareren. Maar hoe? Nee, dat is het niet. Nog niet? Oh, dat is perfect. De wandelstok is gloednieuw. Zo, niemand zal het vertellen. Wat? Opnieuw. Ik hou je in de gaten. Ik zie het. Jij, durf niet te vallen. Sta op. Ik ben niet schuldig. Feiten. Ze is onschuldig. Dus wat moet ik doen? Kane is nog steeds dood. Hij was te jong. Kane, waarom zou je ons verlaten? Oh ja, Zubel? Wacht, was haar hoofd niet 5 minuten geleden afgewend? Juist. Nee, nee, nee. Wat ben je aan het doen? Dit is nep. Ik heb jullie allemaal een hele goede grap uitgehaald. Het was ziek. Ik begin met jou. Het was Kaufmo niet. Jij was het. Ik werd nauwelijks bang. En jij? Ik? Het was geen pizzasaus. Ik bedoel, ik geloofde je. Hoe kon je? En ik? Herinner je deze handschoen nog? Oh ja, ik begrijp het. Hoe zit het met Zubel? Dat was makkelijk. Zubel ontdekte dat ik nog springlevend was en wilde je de waarheid vertellen. Dus ik heb haar hoofd eraf geschroefd. En gegarneerd met ketchup. Weer een leuk avontuur in mijn Amazing Digital Circus. Dit is niet grappig. Een deur. Waar ga je heen? Uh-oh. Een goede circuccino. Heilig circus. Iemand viel in de leegte.
Genoeg, tijd om terug te gaan. Je wilt niet met de leegte knoeien. Ik ga kotsen. Ik heb er geen zin meer in. Ik wil weer thuis zijn met mama en papa. Vergeet het maar. Huh? Wij zijn nu jouw nieuwe familie. Wat? Oh, nee, nee, nee. Veel beter nu. Ultrasound. Mijn arme oren. Dat klopt, die heb ik niet. Oké, prima. Stil. Als deze video 20.000 likes krijgt, laat ik je vrij. Yippie! Geweldig. Ja, ik hoor niets. Yay! Ach, goed gelovig. Ik weet zeker dat het niet de 20.000 duimen omhoog zal halen. Ze blijven hier voor altijd om te doen wat ik ze zeg. In mijn digital circus. Wat? Ik zal het liken. Hartelijk bedankt. Nou, ciao. Ik ga eerst naar binnen. Ik zie het. Niet mijn deur. Rikita, dit is voor jou. Ga, Pop. Maak je geen zorgen. Je kan het. Kijk niet. Ik zal helpen. Ga! Rikita, lieverd. Ik heb een kleine uitdaging voor je. Je moet alle stukjes van Soebel vinden en ze in elkaar zetten. Je hebt 60 seconden om het te voltooien. Wat? Dag. Verdorie. Is de man overal? Waar is zijn lichaam? Oké, kom op. Je kan het. Ik moet snel handelen. Daar. Dit zal het been zijn. Webbes. Het gaat niet lukken. Waar is de rest? Het lichaam. Hier is het. Ik heb moeite om het te bereiken. Wow, het is een trampoline. Ik spring hoger. Het werkte. Oké, laten we de benen terugleggen. Top! De tijd dringt. Veel te gemakkelijk. Hoe groot is de kans dat het een valstrik is? Phew, het is oké. Oh, nee! Nee, nee, nee! Auw, mijn oog! De armen vastmaken? Geweldig! Oh, nee! Ik heb bijna geen tijd meer! Babbo, stop! Geef mij het hoofd! Ik ben wanhopig! Het is gelukt. Alle stukjes van Soebel zitten op hun plaats. Oh, ik ga weg. Ik heb gewonnen. Kijk, we worden gefilmd. Hey jij, kom, maak een close-up. Alleen mij. Hier is mijn exit. Ga aan de kant.